Seedorf. Het is een chaos bij de Belgen achterin. Seedorf. 2-0. Wat een doelpunt. Wat een joekel. Goeiedag zeg. En het feestje op de bank is natuurlijk terecht. Iedereen bij de Belgen, inclusief de Wilde, dacht dat Seedorf voor ging zetten. Maar 4 minuten na de openingstreffer van Bergkamp boort hij zijn tegenstander en kogelt die bal in de lange hoek. Clarence Seedorf. De Slobieldov van het EK. Groot bij Real Madrid. Die zijn tegenstander van Meerda poort. En prachtig het net laat bollen. Hier in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. 2-0 voor het Nederlands elftal. Ongelooflijk maar waar.